Johan de Groot woont sinds 2003 in de eilandenbuurt in Almere-Buiten. In de afgelopen 18 jaar heeft hij zelf meerdere malen zijn tuin en de bestrating voor de deur van zijn woning moeten ophogen. Ik heb sinds kort deze bestrating laten verhogen, omdat eigenlijk de eerste stap wel 20 centimeter was. Naar de trap toe. Naar de trap toe, dat zie je ook heel goed bij de buren. Die hebben dat nog eigenlijk. En ik heb het al laten verhogen met het idee dat mogelijk dit in de toekomst de straten verhoogd gaan worden. Of de eilandenbuurt een renovatie gaat krijgen. Ook Yvonne Overweg uit Almerehaven klaagt over grondverzakkingen. Ze zegt ook last te hebben van stank in haar woning, omdat de riolering in de wijk niet op orde is. De riolering om de havenklap is de boel verstopt. En dan bel ik de gemeente, niet alleen ik, maar ook mijn buren hebben daar last van. En dan komen ze het wel oplossen, voor tijdelijk. Maar ja, na een paar maanden is het probleem weer terug. Want de eigenlijke oorzaak ligt onder de grond en dat moet hersteld worden door de verzakking. De gemeente erkent dat er grote problemen zijn in verschillende delen van de stad. Daarom wordt het riool eerder vervangen dan gepland. In plaats van 2034 zal de vervanging van het riool vanaf 2026 plaatsvinden. Eerst in oude wijken, zoals de Marken en de Hoven in Almerehaven. Nou, dat heeft heel veel te maken met de bodemdaling. En de bodemdaling is een probleem wat we in heel Nederland zien. Maar zeker in Almere is het een groot probleem. We hebben sowieso in de regenboogbuurt ook echt ondervonden wat een enorme hoogteverschillen dat betekent. En dat heeft alles te maken met de gesteldheid van de bodem. Wat is de omvang van het probleem? Hoe groot is het? Nou, in ieder geval in Haven hebben we gezien dat daar niet alleen sprake is van bodemdaling, maar er schijnen ook de materialen die gebruikt zijn ten tijde van de aanleg, die schijnen nu ook wel wat mankementen te vertonen. Dus dat is ook de reden om de werkzaamheden te vervroegen. En eind dit jaar komen we ook met een gemeentelijk rioleringsplan, waarin we alles hebben onderzocht en dat we ook een plan van aanpak hebben hoe we het gaan doen en op welke termijn. De kosten van het onderhoud en de vervanging van het riool worden uit een apart potje betaald. Hiervoor wordt gespaard dankzij de rioolheffing die inwoners betalen. Uit de jaarrekening van 2020 bleek dat Almere tot begin 2021 18,5 miljoen euro heeft gespaard. Of dat bedrag voldoende is, moet nog blijken. We hebben in de programmabegroting van 2007 vastgesteld en afgesproken met elkaar die rioleringsheffing elk jaar een verhoging van 2,5%. En die verhoging wordt in die spaarpot gestopt. Die is dus echt bedoeld alleen maar voor het vervangen van het riool. Nou, we hebben inderdaad nu per 1 januari 2021 18,5 miljoen. En uit dat gemeentelijke rioleringsplan zal blijken of het voldoende is. Nou, we hebben de verwachting dat dat het geval is. Maar laten we vooral kijken met het plan of dat inderdaad zo is.